In Den Haag is nogal wat nervositeit ontstaan na de vondst van AIVD-diskettes met gevoelige informatie. Een AIVD-agent had ze in een ingeruilde leaseauto laten liggen. Op de diskettes staat informatie over het privéleven van Pim Fortuyn. Ook zijn politieke vrienden zijn onder de loep genomen. De diskettes zijn nu in handen van misdaadverslaggever Peter R. de Vries, die van plan is de inhoud daarvan zondag te publiceren. Minister Remkes van Binnenlandse Zaken, verantwoordelijk voor de inlichtingendienst, vindt dat ontoelaatbaar. Pim Fortuyn heeft zelf nooit moeilijk gedaan over zijn seksleven. Hij was homo en kwam graag in donkere kamers. In het programma Jensen wilde hij zelfs over zijn schaamhaar praten. Of je van onderen geschoren bent, nee toch? Ik zou zeggen, leuke jongens van Nederland, kom het eens bekijken. Openheid over leuke jongens maakte Fortuyn ongevoelig voor chantage. Zo leek het. Toch kreeg de regionale inlichtingendienst tips dat Fortuyn ook contact zou hebben met minderjarige jongens. Dat onderzoek is nu in handen van Peter R. de Vries. Nou, wat mij erg gefrappeerd heeft is dat de inlichtingendienst veel belangstelling heeft voor de seksuele activiteiten van bijvoorbeeld een man als Pim Fortuyn. Minister Remkes vindt dat de overheid wel degelijk goede redenen had om geïnteresseerd te zijn in het seksleven van de aspirant-politicus. Hier was de integriteitsvraag aan de orde. Al eerder heeft de commissie van Den Haag onderzoek gedaan naar de beveiliging van Fortuyn. Die concludeerde dat Fortuyn werd afgeperst, bestolen en met de dood bedreigd, omdat hij omging met risicovolle personen. De LPF vindt het schandalig dat de overheid wel in het privéleven van Fortuyn dook, maar hem vervolgens niet beveiligde. Waarom gaat de AIVD in opdracht van wie onderzoek verrichten naar Pim Fortuyn? Is dat met de bedoeling om hem te beschermen of om hem te beschadigen? Minister Remkes heeft Peter R. de Vries erop gewezen dat het onderzoek naar het seksleven van Fortuyn de status heeft van een staatsgeheim en dat publicatie strafbaar is. Ik vind het buitengewoon ernstig dat staatsgeheime informatie op straat komt te liggen. Ja, als het om staatsgeheimen gaat, zou ik zeggen AIVD had er wat beter op gelet. Jullie hebben het zelf op straat gegooid en het bovendien al die tijd niet gemist. Dus wie gaat er nou onzorgvuldig om met staatsgeheimen? Ik of de AIVD? De AIVD heeft aangekondigd personele maatregelen te nemen tegen de medewerkers die de diskettes hebben laten slingeren.